op de laatste zaterdag van april de thuiswedstrijd van RVVH. De ene laatste thuiswedstrijd van deze competitie, thuis tegen Sliedrecht. De allereerste keer dat beide ploegen elkaar ontmoeten in de competitie op het sportpark in Ridderkerk, wat redelijk gevuld was. Aanvallende actie van Sliedrecht. De gasten die moeten winnen om nog enige kans te maken om de PD na competitie te ontlopen. En zijn hier al dicht bij de 1-0 na amper 2 minuten spelen. Een bal die via Jordi de Jong naar Nizar Mekkaoui gaat. En dan komt hij via Sjoerd van der Waal bij Dennis Verhoef, maar die kan de bal niet goed raken. En dan uit de tegenaanval eigenlijk is er een grote kans voor RVVH. Een opzet aan de linkerkant met Natsi Bonavacia. Die komt met een goede voorzet richting tweede paal. En Benjamin Marta lukt het niet om die bal over de lijn te krijgen. En zo hebben we eigenlijk al 2 mogelijkheden gehad voor beide ploegen. Dan een schot van Julian Akentowski. Dat gaat naast de goal van Bas-Jan Munten. Wilco Oudenaarde probeert daar een actie, maar die wordt dan van de bal afgezet. Op correcte wijze volgens scheidsrechter van de ketterij. En dan is het Sjoerd van der Waal die eruit komt en de bal afgeeft richting Mekkaoui. Die produceert dan een schot wat over de goal gaat bij Denis Spelde. Dan RVVH weer. Wederom Wilco Oudenaarde aan een mooie slalom. Komt dan voor de keeper. En die houdt met de benen de bal tegen. En dan gaat hij via Wilco Oudenaarde over de achterlijn. En houdt Sliedrecht aan de achterbal aan over. Dan Manuccio Adelino. Bal kwijt. Dan gaat hij naar Wilco Oudenaarde. Die komt dan met een voorzet. Maar dan is er niemand om af te ronden. Of de bal is in ieder geval dusdanig dat daar niemand bij kan. Dan tegen de rust. Een gevaarlijke cornerbal gaat het worden van Jordi de Jong. Gaat dan alles en iedereen voorbij. En staat daar dan toevallig iemand bij de tweede paal. Dan zou die zomaar binnengewerkt kunnen worden. Maar voor RVVH liep het dus goed af. We zien het nog een keer in de herhaling. Bal voorlangs de goal. En zo gaan we dus rusten met een tussenstand van 0-0. Na die furieuze opening in die eerste minuten. Even daarna wat minder. Dan RVVH. Rodney Lopez Cabral stuurt dan Wilco Oudenaarde weg. Dan geeft hij de bal voor. Of legt hij hem eigenlijk terug op Nadir Bonavacia. Meegegaan naar voren. En die gaat een schot lossen wat door de benen van de keeper in het doel verdwijnt. Julian Akentowski die hem mooi laat lopen voor Nadir Bonavacia. Die controleert en haalt met zijn linker uit. En via de hak van de keeper gaat hij over de doellijn. En leidt RVVH na 6 minuten in de tweede helft met 1-0. Dan cornerbal van de gasten. Denis Spelde vangt en schiet dan direct uit. Op de ingevallen Diego Rietveld. Binnen 10 minuten na de rust ingevallen voor Benjamin Marta. En die gaat dan proberen daar een actie voorbij te gaan aan Jordi de Jong. Maar die kan dan gered worden. En de aanvallende actie verder met Wilco Oudenaarde levert ook niets op. Dan Sliedrecht. Sjoerd van der Waal. De bal naar de buitenkant gespeeld. Komt daar de voorzet. En dan is het Sjoerd van der Waal die dan ook kopt. Maar dan schiet de bal door richting Mike Langerak. De zoon van de trainer van Sliedrecht, Micha Langerak. Die druk had met coach. Dan een klutsituatie. Een schot wat ingezet wordt door Mick Mekkaoui. En dan lijkt hij daar goed voor de voeten te kunnen vallen van onder andere de aanvoerder Gavir Breidel. Maar die kan de bal niet goed toucheren en dan gaat hij naast de goal van het spel. Dan weer een hachelijk moment voor de goal bij RVVH. Is het uiteindelijk Jesse ergens die weet op te ruimen. Maar niet voor lang, want Sliedrecht pakt alweer over. Mekkaoui. Dan neemt Papito Merencia over. Die speelt dan naar de zojuist ook ingevallen Stevie Soares. Die gaat richting de 16 meter. En dan komt daar Breidel. En die zijn voetje is dan net te laat. Speelt niet de bal. En de scheidsrechter van de ketterij legt de bal op 11 meter van keeper Bas-Jan Munten. Nog een keer de herhaling. Bal niet gespeeld. Ook geen echte grove tackle. Maar toch Stevie Soares uit balans. Bal op 11 meter. En Mr. RVVH Robert Kooijman achter de bal. Resoluut. Bas-Jan Munten kansloos. RVVH 2-0 halverwege de tweede helft. Nog een keer kijken naar die penalty. Hard genoeg. Half hoog. En de keeper duikt naar de goede hoek. Maar de bal heeft dusdanig veel vaart dat hij kansloos is. En RVVH dus riant op 2 tegen 0. Wilco Oudenaarde stuurt daar Diego Rietveld weg aan de rechterkant. Gaat op snelheid zijn tegenstander voorbij, maar dan is het keeper Bas-Jan Munten die er tijdig bij is voordat Steve Zwaris gevaarlijk kan worden. Dan Sliedrecht, Jordi de Jong. Een voorzet. Die wordt dan doorgekopt. Dan komt hij bij Dennis Verhoef. En dan gaat de bal naar de andere invaller bij Sliedrecht. Arif Iremaz-Bilek. En die krijgt eigenlijk een goede kans, maar die schiet dan huizenhoog over. Weer een cornerbal van Sliedrecht. En dan is het Denis Spelde die dan uitgooit richting Robert Kooijman. We zitten zo'n beetje in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Robert Kooijman stoomt het hele veld over. Geeft dan de bal naar Wilco Oudenaarde aan de rechterkant. En die gaat de bal dan teruggeven richting Robert Kooijman. En kijkt dan naar wat hij doet. Mister RVVH draait een keer. En met zijn linkerbeen legt hij de bal heerlijk in de kruising. Wat een goal. Zijn tweede goal van de middag. Maar zo mooi. Wilco Oudenaarde. Je ziet daar Robert goed vrijstaan. Robert neemt aan en draait en dan met links uithalen. Fantastische goal om te zien. We zien het ook van achter de goal. En RVVH 9 minuten voor tijd op 3 tegen 0. Wedstrijd definitief beslist. RVVH kreeg daarna nog diverse mogelijkheden. Papito Merencia. De bal naar de linkerkant. Wilco Oudenaarde gaat daar om zijn man heen. En dan haalt hij verwoestend uit en die bal die gaat maar net naast de kruising bij Bas-Jan Munten. Goed geschoten van Wilco Oudenaarde. Iriel Maspilek heeft de bal geplaatst naar de invaller Bas van Stockholm. Die geeft dan voor en dan is het Luciano van Harlingen die niet eens zoveel naast schiet. Zien ook de zojuist kampioen geworden RVVH Vrouwen 2. Die terugkwamen van de wedstrijd in Brielen. 3-0 gewonnen en kampioen in de tweede klas. Wilco Oudenaarde ondertussen. De bal gespeeld richting Papito Merencia. Gaat daar langs 2 tegenstanders heen. Maar dan is het keeper Bas-Jan Munten die zijn ploeg op de been houdt. En de vierde, of op de been houdt, die in ieder geval de vierde goal voorkomt. Dan Iriel Maspilek weer. Een voorzet richting Tarek Jeklef. Die ook ingevallen is bij RVVH. En dan valt de bal op het hoofd van Dennis Verhoef. En die kopt dan enigszins tegendraads achter Denis Spelde de 3-1 binnen. Nog een keer kijken. Wederom Bas van Stockholm en Iriel Maspilek erbij betrokken. En dan valt hij op het hoofd van Dennis Verhoef. En die heeft niet al te veel moeite om 3-1 op het bord te zetten. 89 minuten gespeeld. Dus de ere treffen voor Sliedrecht. Dirk van Lenen, de bal gespeeld richting Diego Rietveld. Dan is het Steve Suarez die Diego Rietveld wegstuurt aan de linkerkant. Die speelt dan de bal breed naar de mee opgekomen Papito Merencia. En die heeft geen moeite om de bal over Bas-Jan Munten te liften. RVVH komt in de blessuretijd ook nog aan een vierde goal. Netjes afgemaakt. RVVH was in overtal eruit gekomen. En dan is het Papito Merencia die dat op een mooie manier weet af te ronden. En de 4-1 op het bord zet. Uiteindelijk dus een dikke overwinning voor de Ridderkerkers. Want daar gaat het nu toch wel naar uitzien. Niet al te veel later blies scheidsrechter Van der Ketterij, die een makkelijke middag had en het zonder kaarten kon afdoen, de wedstrijd naar het einde. RVVH speelt zich ook in theorie definitief veilig en is ook volgend jaar hoofdklasser. En Sliedrecht zal er nog alles aan moeten gaan doen om via eventuele nacompetitie het vegenlijf te redden in deze hoofdklasse A. Na afloop zijn er ook nog interviews opgenomen met de beide trainers Michel Langerak van Sliedrecht en Giovanni Franke van RVVH en met Mr. RVVH Robert Kooijman. En dat alles te zien op RVVH TV.